Oké, mensen, we vertrekken naar de Vigno. Daar rijden wij van het hier tot en met hier. En dat is het punt waar we nu zijn. Dus dat is daar, dat is het punt. Hi Thomas. Top maat. Kijk, het is wel die gang met die vliegen op mijn bek. Het zijn ook al die vliegen kwam mensen. Ja. Ja, we hebben nu echt keistel knap gereden. Echt 10% gemiddeld of zo. En met al die fietsen stegen en al die kiezelsteentjes was het erg lastig om een beetje grip te houden. Dus we moesten eigenlijk heel goed op een puntje op je zadel zitten om echt vooruit te geraken, maar dat was niet altijd even makkelijk om dat vooruit te geraken. En ja, ik vond het eigenlijk wel de moeite waard, maar ja, dat was echt kapot gaan. Dus, we zijn nu boven op de top. 500 meter, zeker slimmer was. 500 meter omhoog. Zeker? Oh ja, kan. Oké. Veel wind hierboven, hè? We'll be right back.
tweede klim van vandaag op rijden. Hopelijk iets minder lastig als de eerste klim, want die was echt, dat was echt niet normaal. Ik schat dus nog een paar honderd hoogtemeters te rijden. Dan gaan we denk ik rond de 1000 hoogtemeters hebben. Dat is wel een mooi aantal, dus... zo rond de helft van de top. Ja, je hoort het misschien wel, maar echt helemaal kapot. Het laatste stuk was echt niet te beschrijven hoe pijnlijk dat was.